Goedenavond Bart Goossens. Goedenavond Dave. Kampioen in de eerste amateurreeks, wel op een bizarre manier. Hè? Hoe voelde dat om het zo te vernemen? Ja, het is toch dubbel. Hè? We maken eigenlijk een fantastisch seizoen. We kunnen veel records breken, zowel gescoorde doelpunten, topscorer, minste aantal doelpunten tegen. Dus dan wil je dat eigenlijk toch tot het einde volbrengen om de records vast te hebben. Maar oké, de omstandigheden zijn nu wat ze zijn en daar kunnen we weinig aan doen natuurlijk. Hè. Dus, maar ik hoop wel dat we nog effectief een feest krijgen, want op deze manier vanuit de zetel is ook niet echt plezant eigenlijk. Hè. Dus, Nee. Maar je hebt toch heel even iets opengetrokken of niet, hoe je het hoorde, of toch helemaal niet? Ja, toch wel. Kijk, sta je al een fles wijn klaar. Van welk jaar, pomerolleke? Het is van het Aldi-gebergte. Ik weet niet of dat bekend is. Dat is een heel goede gebergte, hè? Ja, heel stijl ook, hè? Ja. Zeg, jullie hebben het dit seizoen wel heel spannend gemaakt, hè? 20 punten voorsprong, dat is onwaarschijnlijk, hè? Hoe verklaar je dat verschil sportief niveau? Ik denk ook gewoon dat we een hele ruime kern hadden. Dat is misschien een cliché antwoord, maar we waren echt maar 24 fulltime profs. En als er iemand uitviel of geschorst of geblesseerde, dat was eigenlijk gewoon wisselen. En ik moest daar geen nadenken. De kwaliteit was eigenlijk gelijk. Dus, en ook op bepaalde momenten dat we dan moesten reageren aan verlies, ging dat heel vlot eigenlijk. Dus om duur kom je in een flow terecht. Ik heb het nog nooit meegemaakt, eerlijk gezegd. Het is het eerste seizoen dat ik zoveel punten neem. Dus ja, echt fantastisch van iedereen eigenlijk. Ja. Ondanks jouw jonge verschijning, Bart Goossens, ben je niet meer van de jongste. Je bent al een beetje de pater familias van de bende. Je was ook niet echt een titularis, maar je bent wel cement in die groep. Hè? Dat hoor ik van iedereen. Jij houdt het samen, hè? Ja, ik lig wel vrij goed in de groep, denk ik. Ik ben ook, in het begin speelde ik niet veel, had ik het er wel lastig mee. Liet ik dat ook wel blijken, maar op den duur heb ik het mij gewoon bij neergelegd en me toch teruggevochten in die ploeg. Want als je daar als enige negatieveling tussen een groep zit die elke week wint, ja, dat blijft ook niet duren. Dus ik wou ook gewoon kampioen spelen, dat was het enige doel. En we hebben het dan nu samen bereikt. Dus dat ik niet altijd meer speelde, oké, op den duur kunnen we wel mee leven ook natuurlijk, als je 35 bent. Heeft David Gevaert na een mindere wedstrijd ooit gedreigd dat hij er John Pico zou bijhalen bij jullie? Nee. Maar ik zag onlangs een foto verschijnen van hem en Biko samen. Ja, mooi koppel wel, hè? Ik denk dat David wel zelf af en toe schrik heeft gehad van Biko. Ik denk het ook. Wie zou de broek gedragen hebben, denk je, in dat huishouden? Joker. Ja, oké. Die Lennart Mertens, jullie spits daar, dat is onwaarschijnlijk, hè? 28 potten, denk ik, in de competitie. Wilt hij niet hogerop? Ja, ik ga het nu bij Deins hogerop, maar hangen trek daar niemand aan? Er geen andere clubs, bedoel ik, aan zijn mouw. Nee, ik denk dat hij heeft zeker al interesse gehad en die zal er ook nog wel blijven komen, maar hij heeft ook nog een contract in Deinzen. Dus dat is iets voor zijn makelaar, maar ik denk dat hij effectief ook wel hoger op wil. Maar nu natuurlijk maakt ze de stap naar 1B. Dat is ook al een heel mooi niveau. Dus, maar toen ik daarnet sprak over dat record, is het voor hem super jammer. Hij zit nu op 28. Ah, ja. Die komende 6 matchen nog een paar goals had kunnen maken. Dan had hij misschien een record gevestigd dat de komende 20 jaar niet meer kon geëvenaard worden. Dus voor hem is het ook super jammer. Maar goed, ja, het is nu zo, hè. Op hoeveel stond het record dan? Geen flauw idee, maar ik denk het is nu al record 28, dus hij kon eigenlijk nog alleen maar uitlopen. Dus spijtig voor hem ook natuurlijk. Ga jij een paar nieuwe knieën en enkels laten zetten en nog een paar jaar door, Bart? Hoe gaat het met jou persoonlijk? Hoe zie je dat, toekomst? Ja, ik heb op bol.com een nieuwe kruisband besteld, maar het zal langer duren nu ook. Nee, ik weet het niet. We zullen zien. Misschien kan ik nog blijven een jaar in Deinzen als dublure of wat dan ook. Of zoek ik gewoon een andere club waar ik nog plezier kan hebben. Dus, je wil wel nog blijven voetballen, hè? Nog niet de coaching in? Nee, ik voel mij nog te fit. Allee, we hebben heel veel getraind. Ik heb geen enkele training moeten missen. Dus op dat vlak kan ik nog wel zeker een jaar of twee jaar aan. Dus, en zeker als dat eventueel een lager niveau is... Gaan we dat wel zien, hè, als het maar een beetje plezant is.
Ja, ja. Zeg, jullie gaan daar ook een fonkelnieuwe arena neerpoten. Hè? Van de week, jullie voorzitter heeft hele grote ambities. Heb je daar al een maquette van gezien? Hoe gaat dat eruit zien? Ja, ik heb er al een maquette van gezien. Dat ziet er fantastisch uit natuurlijk. Hè? Met de privé sauna, met shopping. Ja, alles hotel. Ja, hotel ook, inderdaad. Het is een beetje gebaseerd op het idee van Sint-Truiden, denk ik. Qua accommodatie. Ook een... twee heel hoge woontorens met allemaal appartementen die een heel mooi uitzicht geven. De grootste apotheek van België komt daarin. Ja, business à volonté. Kamers voor de spelers ook. Dus het is een heel mooi project. Hè. Dus het ziet er goed uit voor Deinzen de komende jaren. Wacht om af te ronden. Lukt het een beetje met de quarantaine? Blijf je goed in je kop? Ja. We moeten, hè. We moeten, hè. We zijn er, mijn vrouw en ik zijn er toch heel strikt in, van in het begin. Ook omdat mijn moeder zelf ook heel gevoelig daarvoor kan zijn. Dus ik probeer haar boodschappen te brengen en ik zet die gewoon af op de stoep en dan pik zij die binnenop. Maar ik vind dat ons verantwoordelijkheid is. Dus natuurlijk, met kinderen is het niet altijd evident om ze bezig te houden. Dat zult je zelf ook wel ondervinden. Maar, absoluut. We hebben nog geluk dat het goed weer is, dat hij nog een beetje buiten kan spelen. Dus, maar voor de rest lukt dat heel goed, ja. Je zet die Emil toch geen 15 uur voor zijn iPad op een dag, hè? Nee. Ik heb hem ook al eens geprobeerd die Polar van ons aan te doen. Dat hij eventueel voor mij kan lopen, maar het ging niet. Het is de Severijns deed dat vroeger in een park met zijn hond. En dan ging hij op een bank zitten. Met de Polar. Ja, ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet. Het lukt niet. Nee. Oké. Okay. Zeg, om helemaal af te ronden, de allerlaatste vraag stel. Jullie waren nu aan het kampioenenfeest bezig. Misschien op het veld in een of andere discotheek al. Welke twee spelers van KMSK Deinzen zouden nu dan al helemaal per totaal zijn? Ik denk sowieso Lennart Mertens, onze spits. En Gert van Wallen ook. Die denkt dat hij heel goed kan drinken, maar die kan er eigenlijk helemaal niks van. Nee, je vergeet jezelf ook te melden. Dat is mijn kennis, hè. Goed. Ik heb al wat meer ervaring, hè. Ja, voilà. Zeg, bedankt voor je tijd en geniet ervan, hè. Oké. Tot ziens, hè. Bye-bye. Dag, salut.